Ja, want dit was een boeiende wedstrijd van een hoog niveau in de Eredivisie. Maar één veelbesproken moment in de slotfase van de eerste helft is de strafschop. Uh, kun je terughalen wat er nou precies in het hele beslissingsproces... door jou en door Serra gecommuniceerd is en hoe die beslissing tot stand is gekomen? Zeker, zeker. Uh, in het veld zie ik uh, dat er eerst contact plaatsvindt... Uh, ongeveer de hoogte van, van de knie. Uh, vervolgens maakt hij nog enkele stappen, dus ik vind het ook geen, geen strafschop waard. We spelen, we spelen door, er komt verder ook helemaal geen, geen of ofzo. Uh, we spelen een tijdje door, ik weet niet hoe lang ongeveer tussen zat, en dan krijg ik het signaal vanuit, uh, vanuit Zeiss, vanuit Serder, om het spel stil te leggen en naar de kant te gaan. Nou, vervolgens ga je naar de kant, ga je kijken en dan ben je eigenlijk inderdaad verrast, want je denkt natuurlijk altijd goed, goed gezien te hebben. En op het moment dat ik aan de, aan de zijkant sta, krijg ik het beeld te zien van het, uh, niet het eerste moment, maar van het tweede moment, van het uh, voet op voet. En dan krijg je uit een paar hoeken krijg ik dat te zien. En um, ja, op het moment dat je dat te zien krijgt en ook een stilstaand beeld krijgt van voet op voet, ja, dan kun je bijna niet anders dan een strafschop geven. Ja, maar je staat in eerste situatie, sta je op vier meter van de situatie, je wijst het gelijk ja. weg en doorspelen. Wat maakt je dan toch dat je aan het twijfelen slaat? Ja, Serre die op je oor zit, maar als je dan de beelden ziet, zie je toch wat je in eerste instantie zelf ook zegt? Ja, dat klopt, maar je kunt op, uh, op één meter staan, je kunt op vijf meter staan, je kunt op tien meter staan. Het kan zijn dat je het in het veld niet, niet goed gezien hebt. En dan mm -hmm. komt de vraag op de lijn. Uh, als hij vindt dat je inderdaad een grote fout, in dit geval een penalty, hebt gemist. Ja. Uh, dat mag, hè, dat zijn goed recht. Uh, op het moment dat ik uh, aan de zijkant sta, zie ik inderdaad ook uh, dat voet op voet. En ik denk, ja, uh, uh, als je dat bewijs hebt en je stuurt dat de huiskamers in, ja, waarom moet ik dan eigenwijs zijn? Dan, uh, ja, dan, is, dan is het gewoon een strafschop. Uh, wat ik eigenlijk gemist heb, is dat, uh, dat uh, die bos eigenlijk eerst de bal. Raakt, speelt en vervolgens uh, komt er voet op voet. Dus um, als ik dat nu terug zie, en in de rust zag ik dat, heel rustig, met een kopje thee erbij, ja. dan kijk je nog eens de beelden naar, ja, dan had ik inderdaad geen, uh, geen strafschop gegeven. Nee, Dat heb je ook gezegd tegen Ron Jans al in de rust: uh, je slaat je zo voor je kop dan, dat je je hebt laten overhoeden. Ja, maar ja, je, je wordt aan de kant gestuurd voor een grote fout. Je gaat ervan uit dat ze dat in zijn eigen goed bekeken hebben. Uh, nou, Prima, dat advies volg je dan op. En dan zit je in de, in de rust en dan rustig nog eens de beelden bekijken, alle hoeken te kijken en dan zie je inderdaad ineens dat die bal gespeeld wordt en dan dat voet-op-voet-contact. Ja, als ik dat gezien had voor het scherm, dan had ik eerlijk gezegd geen strafschop gegeven. Nee. Ja, nou meen ik me te herinneren dat volgens mij één of twee seizoenen geleden bij Utrecht PSV je het had over de VAR als een, als een mindfuck. Mm -hmm. Is dat hier weer aan de hand? Ja, zo kun je het wel noemen. Uh, weet je, je gaat je, je naar het scherm toe uh, met de veronderstelling dat je een grote fout gemaakt hebt. Nou, dan krijg je informatie, dan krijg je ook dat beeld te zien hè, van het voet op voet. En dan word je eigenlijk wel een beetje in, in de hoek geduwd van dat strafschop geven. Uh, je hebt dan niet de rust om nog eens te zeggen van nou, kijk nog eens even een andere hoek of uh, wat gebeurt er eigenlijk met die bal. Je bent te veel gefocust op, op de informatie die je krijgt vanuit de VAR. En dat is een beetje inderdaad wat ik toen een paar jaar geleden ook zei, dat is een beetje die mindfuck. En dan neem je de verkeerde beslissing. Dank je wel. Alsjeblieft. Merci.